inhoud van uw plan? Ik kan u even niet verstaan, vindt u niet erg? U kijkt zo lief. Oké. Okay. U garandeert. Staat gewoon het verkiezingsprogramma. Nee. En het koendersprogramma. Verkiezingsdebatten zijn veruit het meest spannende onderdeel van een verkiezingscampagne voor politici. En wat ik jou nu wil laten zien is een aantal voorbeelden uit het verleden die dit mooi illustreren. Er bestaat geen formule voor perfect leiderschap. Er bestaat wel een recept voor mislukking. Zoete broodjes bakken, karikaturen schetsen, anderen de schuld geven. Nederland zit niet te wachten op een voortzetting van de politiek die ons in de afgelopen 10 jaar 5 verkiezingen bezorgde. Nederland heeft politici nodig met een kompas. Mijn kompas, eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken. En met dat kompas en met de energie, de idealen en de overtuigingskracht wil ik samen met u Nederland beter maken. Nou, wat hier nou zo ontzettend knap aan is, is dat in dat hele debat de VVD en de SP steeds vol op elkaar inhakten met hun eigen verhaal. En Diederik Samsom ging er steeds tussen staan en zei, ja, maar ik heb het eerlijke verhaal en ik verkoop geen zoete broodjes, ik vertel de eerlijke waarheid. De kiezer vond dat fantastisch, de Partij van de Arbeid schoot omhoog en de SP ging hard omlaag. Eigenlijk won Diederik Samsom hier een beetje de campagne. Het tweede fragment is uit de verkiezingscampagne van 2017, nog maar 2 jaar geleden. Dus misschien kun je dit zelfs nog herinneren. Henk Krol wordt fel ondervraagd door Diana Matroos. En hij gebruikt een van de sterkste wapens in een debat. Kijk maar eens even. Ik constateer dat u geen antwoord geeft op wij dat onderwerp op de agenda hebben gezet. En dat vind ik het meest belangrijke. De betaalbaarheid. De betaalbaarheid van uw plannen. Ik kan plannen. U even niet verstaan, vindt u niet erg? De betaalbaarheid van uw plannen. Even wachten. Humor. Humor is misschien wel het grootste wapen wat je in een debat kan gebruiken, maar ook het gevaarlijkste en het moeilijkste wapen. Want een grap moet spontaan zijn, hij moet natuurlijk grappig zijn en hij moet vooral heel goed getimed zijn. En alle drie deed Henk Krol hier. De kijker vond het fantastisch. Laten we dan nu eens kijken naar een paar fragmenten waar het helemaal misging. En dat is echt de grootste angst van iedere politicus. Dat je onderuit gaat in een debat. En het eerste fragment laat iets zien wat het allermoeilijkste is in een debat. Ze staan onder druk, de politici. Ze hebben het tot in de puntjes voorbereid. Maar ja, het moet er ontspannen uitzien als ze gaan spreken. Wij leven in een moeilijke tijd. En in die moeilijke tijd, daar moet je iets extra's vragen van diegenen die ook het meeste verdienen. En als ik die keuze moet maken tussen het bevriezen van de lonen in de publieke sector of het terugbrengen van de uitkeringen aan de ene kant en het iets extra's betalen bij diegenen die toch al heel erg veel verdienen en die ook in de afgelopen periode veel geprofiteerd hebben van de hoogconjunctuur, dan kies ik ervoor dat diegenen een extra bijdrage betalen in deze moeilijke tijd. Ja, Job Cohen zal ongetwijfeld nog wel eens terugdenken aan dit verkiezingsdebat en deze campagne uit 2010. Want wat je hier natuurlijk ziet, is een politicus die strak van de spanning staat, overgeconcentreerd is en daardoor zich eigenlijk verliest in zijn eigen tekst. Ja, het tweede fragment van waar het absoluut misgaat is uit de verkiezingscampagne van 2010. Jan-Peter Balkenende, toen nog minister-president, staat tegenover Marielle Tweebeke. En ik had het er net over dat humor een wapen kan zijn. Maar humor kan ook dodelijk voor jezelf zijn. En dat is wat hier met Jan-Peter Balkenende gebeurt. En ik hoop ook dat mensen die vraag zich zullen stellen als straks op 9 juni de stemraad Welke drie partijen, meneer Balkenende? U kijkt zo lief. Oké. Okay. U garandeert. Ja, dit fragment spreekt voor zich. Het was en niet grappig, het was vrouwonvriendelijk en het was bovenal funest voor Jan-Peter Balkenende. Gaan we verder naar ons laatste fragment. De campagne van 2017. Emiel Roemer van de SP daagt Mark Rutte van de VVD uit voor een 1-op-1 debat over de zorg. En kijk eens even naar dit korte fragment wat hier gebeurt. Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. Staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Nee, in het koendersprogramma. Nee. Staat er gewoon in. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? We zien Emiel Roemer die Mark Rutte aanvalt en zegt de VVD wil het eigen risico in de zorg verhogen. En Rutte die zegt glashard, dat is helemaal niet waar. Ja, achteraf bleek dat Roemer hier eigenlijk gelijk had. Maar in de beeldvorming kwam Rutte veel beter weg. En leek het alsof hij gelijk had. Dat is het laatste wat je moet doen als politicus. Je moet uitstralen dat jij het gelijk aan je zijde hebt.